Op zaterdag 31 januari van dit jaar raakte Mika Vairinen zwaar geblesseerd aan zijn knie. Het gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Ajax in de Amsterdam Arena. Ja, ik kreeg een tackle van Soleimani en toen raakte ik geblesseerd. En revalidatie duurde 9 maanden. Ja, wist je meteen toen je geblesseerd raakte van dit kan wel eens een hele lange revalidatie worden? Nou, op dat moment ja, dacht ik oké, ik hoorde wat aan mijn knieën knappen. En dan dacht ik oké, dit zou erg zijn. Maar de dag na de wedstrijd lijkt niet zo erg. En iedereen binnen de club dacht dat het zou alleen een paar weken duren. Maar ja, nu iedereen weet hoe het is gegaan. Na te zijn geopereerd begon een lange periode van revalideren. En in die periode beleefde SC Heerenveen het hoogtepunt van de clubgeschiedenis. Op 17 mei van dit jaar werd de bekerfinale gewonnen. Ook Mika Vairinen werd daarvoor gehuldigd. Maar de Finse middenvelder stond met gemengde gevoelens op het podium. Ja, natuurlijk. Ik kwam alleen voor de bekerfinale hier terug voor een paar dagen. En ja, het was een mooie dag. Zeker, kijk, ik was zeer blij voor de club, voor de spelers. En ja, voor Heerenveen zelf. En, ja, maar zoals je zei, ik was er niet bij. En dan heb ik een beetje een dubbel gevoel. Ik heb zelf niet kunnen meemaken. Maar ja, toch was het een mooi moment voor ons allemaal. Is dat moeilijk voor jou? Ja, ik was eindelijk iets dat ik gewend ben. Kijk, bij PSV heb ik 3 keer kampioen geweest. En 2 keer eindelijk, 2 jaar eigenlijk niks gespeeld. Dus ik heb ook eer gemaakt. Meegemaakt. Maar ja, de Heerenveen blijft een beetje mijn clubje en ik was zeer blij voor allemaal hier. Vorige week woensdag maakte Vairinen in de bekerwedstrijd tegen RBC Roosendaal zijn rentree. En ook tegen ADO Den Haag was de Fin van de partij. En er is nauwelijks te zien dat hij 9 maanden heeft stilgestaan. Dat was ook die verrassing voor mezelf. Ik heb ook tegen de fysio's gezegd, ook zelf gedacht dat ik zou eerst een paar wedstrijden bij Beloftes doen. Maar nu zit ik 2 wedstrijden bij de selectie en ik kon meespelen. Dus het is een beetje sneller gaan. Ja, en hoe is dat dan? Als jij dan op de bank zit tegen RBC en op een gegeven moment zegt de trainer tegen jou, nou Mika, ga maar warm lopen. En dan hoor je het publiek, die scandeert jouw naam. Ja, wat doet dat met jou? Nou, dat was een mooi gevoel dat het publiek zo reageert. En ja, natuurlijk voor de wedstrijd was een beetje meer spanning dan normaal. Kijk, het is bijna 10 maanden dat ik heb de laatste tijd gespeeld. Gelukkig ging het goed. En die tweede wedstrijd in Den Haag was een beetje relaxed. Ik ben nu vrij fit. Ik kan gewoon goed trainen. En, ik hoop te krijgen meer en meer speelminuten. Maar ja, alles gaat hoe het zit met de knie. En tot nu toe is goed. En de afgelopen weekend tegen ADO speelde ik weer 10 minuten meer dan tegen RBC. Dus nu is het gewoon opbouwen en dan zien we waar we zijn. Maar wij zien wel de oude Mika Vairinen weer terug. Nou, hoop zoals ik hij was voor de blessure, zien we jou zo weer terug? Nou, ik hoop beter. En nog ik hoop, beter? Ja, ik hoop meer goals maken en meer assist geven. Dat ik heb, moet nog veel meer rendement komen. Nu ben ik weer blij dat ik kan voetballen en ik ben weer fit ben en dat is het belangrijkste.